Hey mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe review. Mijn naam is Jur en vandaag review ik Sunstrike 4 voor de PlayStation 4. Sunstrike 4 is een tactische game die gespeeld wordt vanuit het isometrisch aanzicht en is beschikbaar voor de PlayStation 4 en natuurlijk de PC. De Sunstrike games fungeerden als een van de pioniers binnen het real-time tactics genre. Deze games spelen zich voornamelijk af in de Tweede Wereldoorlog en logischerwijs doet Sunstrike 4 dat dus ook. In deze tactische World War II game zul je ten strijd trekken in een van de drie campaigns die alle 7 waar gebeurde veldslagen bevatten. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de skirmish mode te spelen en je eigen pot samen te stellen voor eindeloze hoeveelheid actie. Maar goed, even terug naar de campaigns. Er is een Duitse, Amerikaanse en Russische campaign. Je kunt zelf kiezen met welke je het eerst aan de slag gaat. Eenmaal begonnen met welke campaign jij dan ook gekozen hebt, krijg je de keuze om een generaal voor je veldslag te kiezen. Elke generaal brengt verschillende voordelen met zich mee. Betere infanterieunits, doelgerichte air support, etc. Afhankelijk van jouw speelstijl is het dus handig om daar jouw generaal op te selecteren. Na het kiezen van mijn generaal en eenmaal begonnen aan mijn eerste veldslag was de besturing wel even wennen. Je bestuurt de camera met de analoge sticks en de rest doe je met je andere knoppen. Het viel mij gelijk op dat sommige aspecten in de besturing nogal onhandig werken en je hierdoor niet altijd het gevoel van totale controle kan ervaren, die je dus juist wel in dit soort games wilt hebben. Het selecteren van manschappen bijvoorbeeld kan ook best tricky zijn, aangezien je dit doet door middel van een knoppencombinatie die overgevoelig werkt. Dit werkt dus allesbehalve echt handig. Natuurlijk heb je ook sneltoetsen die een groep in één keer voor je selecteert, maar als jij je mannen individueel wilt positioneren, ben je wel even aan het pingelen. Dit zou voor sommige mensen hun speelwijze in bepaalde missies kunnen beïnvloeden. Ik kan me namelijk voorstellen dat men op sommige momenten nu eerder geneigd is om in de battle te chargen met alle manschappen geselecteerd, in plaats van alles gelijktijdig tactisch aan te sturen vanwege het geklungel. Over het algemeen is de besturing in zijn totaliteit wel oké, at times wat onhandig, maar niet onhandig genoeg om de algehele ervaring te verpesten. Los van deze soms wat klungelige besturing heeft Sunstrike 4 gelukkig nog het een en het ander wat dit goed maakt. Zoals bijvoorbeeld de prachtige omgevingen die jij prachtig kunt kapotmaken met jouw leger. Zo kun je letterlijk het ijs onder jouw vijand zijn voeten vandaan schieten, bomen omrijden, bruggen opblazen. Kortom, er kan heel veel kapot. Gooi er nog wat explosies bij en het is net oorlog. De maps waar jij je missies gaat uitvoeren voelen dynamisch aan en zien er allemaal prima uit. Zo kun je je strategisch voordeel behalen uit de omgeving waarin je speelt. Je kan je bijvoorbeeld verstoppen in grote zonnebloemvelden, je kunt vanuit huizen je vijanden opwachten en belagen, enzovoorts. Zo divers als de maps zijn, is de missiestructuur ook. Je zult namelijk heel veel verschillende opdrachten gaan uitvoeren op verschillende manieren. Natuurlijk staat dit allemaal in het kader van, val dit aan, verdedig dit, zussen me zo, maar dit alles voelt naar mijn mening lekker fris en zeker niet repetitief aan. In sommige missies komt de strategie in je echt naar voren. Ik plaats hier mijn kanonnen om de vijand te vertragen, breek ze door de eerste linie heen en heb mijn kanonnen begeven, laat ik mijn tanks oprukken via de linkerflank en overrompel ik zo mijn vijanden. Dit soort tactieken voelen erg belonend als je de vijand hiermee verslaat. Tot slot nog even wat over de geluiden. De geluiden klinken geweldig, van geweerschoten tot explosies. Met een degelijke headset op je hoofd is dit een waar spektakel en geeft het net even dat extra setje om het allemaal nog wat spannender te maken. De voice acting echter is de helft van de tijd een beetje halfgebakken ingesproken. Als een totaalpakket doet Sunstrike 4 niks nieuws, wel pakken ze een genre aan wat de laatste jaren niet heel erg leeft op de console en hebben ze er toch een interessante game van gemaakt. Met wat aanpassing in de besturing en natuurlijk de nodige vernieuwing, zouden we zomaar weer meer oldschool strategie games op de console kunnen zien. Mensen, dit was de review van Sunstrike 4. Vond je dit een leuke review? Laat dan even een blauw duimpje achter en ik check jullie in de volgende. Peace out.